Leerlingen van het Nordic en PS10 College aan de Catharina van Rennerslaan gaven samen met commissaris van de Koning Andries Heidema de aftrap van de verduurzaming van hun schoolgebouw. Hoe kijk je eigenlijk tegen duurzaamheid aan? Want ja, jullie school doet er het een en ander aan, hè? Ja, we hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, dus dat vind ik wel goed. En we kunnen ook wel gewoon een beetje helpen door bijvoorbeeld op de fiets te gaan naar school. Ja, hier gebeurt echt iets fantastisch. Samen met een bedrijf Slim Opgewekt hebben de scholen hier het hele dak volgelegd met zonnepanelen. Maar wat veel belangrijker is dat ook aan de leerlingen een heel pakket wordt aangeboden aan informatie, aan bewustwording over ja, wat is het nou om op een verantwoorde, duurzame manier te leven? Hoe ga je met energie om? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven? En als het gaat over ja, wat koop je niet? Gooi je dingen weg als ze kapot zijn of laat je ze maken? Maar ook gewoon in hun eigen vak. Hier worden de basis gelegd voor de vakman en de vakvrouw van de toekomst. En hier leren ze dus ook wat het betekent als het gaat over installatietechniek, als het gaat over verzorging en noem het allemaal maar op. Hoe je ook daar rekening kunt houden met de wereld om je heen. Met de grondstoffen, met de energie, met vervuiling. Gwen, wat was nou voor jou het meest opvallende eigenlijk in deze quiz? Ja, vooral van dat het, het eten heel veel, hoe moet je dat uitleggen? Ja, heel veel CO2 uitbrengde. En dat had je eigenlijk niet verwacht, hè? Nee, zeker niet. Nee. Dat was wel even schrikken of zo. Ik denk dat geweldig is dat jongelui vanaf eigenlijk jongs af aan heel bewust leren omgaan met de wereld waarin ze leven. Na de aftrap gaat het educatieve bewustmakingsprogramma van start in samenwerking met Slim Opgewekt Scholen. De besparing die de scholen met de zonnepanelen realiseren staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van 41 Nederlandse huishoudens.